Rapunzel en prins Stefan nodigen iedereen van heinde en ver uit voor een gemaskerd bal op hun schitterende kasteel. Voer je naam in op de gastenlijst. Klik daarna op de kroon. Als je het kasteel vroeger al eens bezocht hebt, klik dan op je naam in de lijst. Ik breng u de boodschap dat het feest gaat beginnen. Ben blij dat je er ook bij kan zijn. Want dit gemaskerd bal wordt wel het mooiste van al. Met dans en muziek en plezier. Maar Gothel ontdekte dat zij niet mocht komen. Dit zou ze voorkomen. Ze schreeuwde en toen een vreselijke vloek. Niets meer aan te doen. En de prachtige kleur van het kasteel verdween. De prins werd een steen. De prins werd een steen. De edelstenen liggen hier, daar en ginds. Zoek ze voor Stefan de Prins Stefan, waar ben je? Prins Stefan, Penelope, ben jij dat? Is alles in orde met je? Rapunzel, wat ben ik blij dat jij hier bent. En ik ben blij dat jij in orde bent. Wat is er gebeurd met het kasteel? Rapunzel, herstel dit kasteel. Gebruik je verbeelding. Alleen zo verbreek je de betovering. Vind de edelstenen, bevrijd prins Stefan uit steen, anders blijf je voor eeuwig alleen. Het kasteel herstellen? Wat bedoelt ze daarmee? We moeten het helemaal opknappen om de betovering van Gothel te kunnen breken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, we gebruiken gewoon mijn magische koffer. Het kasteel herstellen, de edelstenen vinden, prins Stefan uit steen bevrijden. We hebben hulp nodig. Wil jij ons helpen? Alsjeblieft. Gothel heeft de grote hal wel in een donker, griezelig hol veranderd. Maak je geen zorgen, Penelope. We verzinnen wel iets, zodat deze kamer weer mooi en helder wordt. Ik blijf op de uitkijk staan. Stel dat Gothel opduikt. Gebruik je fantasie om de grote hal op te knappen. Beweeg met het handje over het scherm. Als er iets begint te twinkelen, klik er dan op. Dan gaat de magische koffer open en kun je je keuze maken. Als je klaar bent, klik dan op de magische koffer om hem weer te sluiten. Beweeg met het handje over het scherm. Als de cursor in een ster verandert, heb je iets gevonden dat je zeker van naderbij moet bekijken. Klik erop als je het wilt herstellen. Als de cursor in een pijl verandert en je klikt, kun je in een andere kamer van het kasteel. We moeten eerst de grote hal volledig opknappen, dan pas kunnen we op zoek gaan naar de edelsteen. De trap is weg. Schilder jij alsjeblieft een nieuwe? Wat een schitterende trap!
prima. Misschien heb je wel zin om dit hier te herstellen. Prachtig! Klik erop om te beginnen. Dank je wel, dat is prachtig! Wat mooi! Wat ben ik blij met je! Schitterend! Wat een schitterend snoeikunstwerk! Wat heb jij een van... Goed idee! Laten we de vloer herstellen en een nieuw... Wat is een mozaïek, Rapunzel? Dat is een motief gemaakt van tegeltjes. De mozaïekpatronen verschijnen hier. Klik met de toverstaf om alle patronen te bekijken. Zodra je een patroon hebt gevonden dat je leuk vindt, klik op het vinkje. Een strik met hartjes, tortelduiven, maan en ster, bloemen, een kroon en duiven. Klik op de pijltjes toetsen om alle tegeltjes te bekijken. Klik op een tegeltje, breng het naar het patroon en klik om het op zijn plaats te zetten. Klik op het vinkje als je klaar bent. Klik op de pijltjes toetsen om alle tegeltjes te bekijken. Klik op een tegeltje. Gebruik nu de randtegeltjes om de randen van je mozaïek te versieren. Klik op de pijltjes toetsen om alle randtegeltjes te bekijken. Klik op een randtegeltje, breng het naar de zijkant van je ontwerp en klik nog eens om het op zijn plaats te zetten. Klik op het gummetje om de randtegeltjes te verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent. Laten we nu de tegeltjes boenen en de naadjes opvullen met prachtige kleuren. Klik eerst op een verftube. Beweeg dan de spons over het mozaïek om de naden in te kleuren en je ontwerp te boenen. Klik op het gummetje om de kleur te verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent.
Dat mozaïek van jou is echt schitterend. Klik op de pijl om in de grote hal te gaan kijken hoe het er in het echt uitziet. Klik op de printer als je je mozaïek wilt afdrukken. De betovering van de grote hal is verbroken. Nu kunnen we een van de edelstenen zoeken. Dat is de edelsteen die we zoeken. Ik denk niet dat de edelsteen daar in de buurt verstopt is. We kunnen later terugkomen om de edelsteen te zoeken. Naar die edelsteen zijn we op zoek. Blijf daar in de buurt zoeken. Dat is een van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Klik op de edelsteen om hem mee te nemen. Goed zo. Je hebt deze kamer hersteld en je hebt de edelsteen gevonden. Hier is de betovering van Gothel al verbroken. Klik op het plannetje om het te sluiten. Laten we het kasteel onderzoeken en alle edelstenen vinden. Alleen zo kunnen we prins Stefan redden. Onze balzaal. Moet je die gordijnen zien? En het raam. Jij bent zo'n goede kunstenaar. Jij kunt deze kamer vast laten schitteren van schoonheid. Ik blijf op de uitkijk staan. Prachtig. Wat een prachtig raam. Dat schild ziet er prachtig uit. Dank je wel. Kom, dan ontwerpen we samen twee nieuwe tronen. Laten we eerst een paar nieuwe onderdelen kiezen voor de tronen. Klik met de toverstaf op de boven- en onderkant van de tronen om de verschillende onderdelen te zien. Als je tevreden bent over de tronen, klik dan op het vinkje. Zo, dan is het nu tijd om de troon een kleurtje te geven. Klik eerst op een motiefje en dan op een onderdeel van de troon om het te schilderen. Klik op het gummetje als je de verf wilt verwijderen. Als je klaar bent met het kleuren van beide tronen, klik op het vinkje. Laten we de tronen nu nog een beetje versieren. Klik op de pijltjestoetsen om alle versieringen te bekijken. Klik op een versiering, sleep ze naar de troon en klik nog eens om ze te plaatsen. Om een versiering te verwijderen, klik erop en breng ze naar de rand van je scherm. Klik op het gummetje als je alle versieringen wilt verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent.
kleuren zijn prachtig. Klik op de pijl om een kijkje te gaan nemen hoe ze eruit zien in de balzaal. Klik op de printer als je de tronen wilt afdrukken. Alle prinsen en prinsessen ter wereld zouden vast zulke mooie tronen willen hebben. Van de koninklijke balzaal verbroken. Dank je wel. Dan kunnen we nu de edelstenen zoeken. Dat is de edelsteen die we zoeken. Blijf daar in de buurt zoeken. Zoeken. Dat is een van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Klik op de edelstenen om hem mee te nemen. Goed zo. Je hebt deze kamer hersteld en je hebt de edelsteen gevonden. Hier is de betovering van Gothel al verbroken. Klik op het plannetje om het te sluiten. Laten we het kasteel onderzoeken en alle edelstenen vinden. Alleen zo kunnen we prins Stefan redden. Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. Oh, moet je de grote eetzaal zien, Rapunzel? Ach, Penelope, nog voordat het eten op tafel staat, toveren wij dit om in een prachtige eetkamer. Terwijl jullie toveren, zal ik hier buiten wachten. Wat mooi! Als je aan zo'n tafel... Schitterend! Wat ben ik blij met jouw hulp. Laten we dit vloerkleed weer mooi maken. De motieven voor het vloerkleed verschijnen hier. Gebruik de toverstaf om alle motieven te bekijken. Als je een motief ziet dat je bevalt, klik dan op het vinkje. Roze, groen en geel. Penelope. Zullen we het nu wat versieren? Klik op de pijltjes om te kijken welke versieringen er allemaal zijn. Klik op een versiering, breng het naar het kleed en klik nog eens om het te plaatsen. Om een versiering te verwijderen, klik erop en sleep het naar de rand van je scherm. Klik op het gummetje als je alle versieringen wilt verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent.
is het nu tijd voor wat tovenarij. Klik op de bijltjes om het patroon op het vloerkleed om te toveren. Klik op het gummetje als je alle versieringen wilt verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent. Wat een prachtig vloerkleed! Klik op de pijl om te zien hoe mooi het erbij ligt in de grote eetzaal. Klik op... De grote eetzaal is bevrijd van de betovering, Penelope. Nu kunnen we een van de edelstenen zoeken. Dat is de edelsteen die we zoeken. Blijf daar in de buurt zoeken. Een edelsteen uit de kroon. Klik op de edelsteen om hem mee te nemen. Een edelsteen uit de kroon. Wat ben ik blij dat je hem gevonden hebt. Je hebt de edelsteen gevonden die verstopt was in de grote eetzaal. Klik op het plannetje om het te sluiten. Laten we het kasteel onderzoeken en alle edelstenen vinden. Alleen zo kunnen we prins Stefan redden. Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. Oh, moet je die gang zien? Oh, Rapunzel, en je schilderij! Penelope, ik denk dat Kottel's betovering maar een stukje vernietigd heeft. Met onze verbeelding en onze creativiteit kunnen we dat schilderij wel herstellen. En de rest van de gang ook, hoor. Ik ga maar eens op zoek naar de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Tot later! We kunnen van dit schilderij een echt meesterwerk maken. De schilderijen zullen hier verschijnen. Klik met de toverstaf om al de schilderijen te bekijken. Als je een schilderij ziet dat je leuk vindt, klik dan op het vinkje. Gebruik het schildersmateriaal om het schilderij af te werken. Gebruik het penseel om een stukje in te kleuren. Klik op het gummetje om je schilderij helemaal opnieuw te kleuren. Klik op het vinkje als je klaar bent. Je moet al de vlakken van het schilder... Zullen we het nu wat versieren? Klik met de toverstaf om alle versieringen te bekijken. Als je er eentje ziet die je bevalt, klik dan op het vinkje. Ik vind het prachtig. Klik op de pijl om te zien hoe het er in het echt uitziet. Klik op de printer als je je schilderij wilt afdrukken. Het is een meesterstuk. Dank je wel, dat is prachtig. Thank you.
Je hebt de betovering van de hal verbroken. Nu kunnen we een van de edelstenen zoeken. Naar die edelsteen zijn we op zoek. Ja, dat is een van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Klik op de edelsteen om hem mee te nemen. Dat is een van de edelstenen. Wat ben ik blij dat je hem gevonden hebt. Je hebt deze kamer hersteld en je hebt de edelsteen gevonden. Hier is de betovering van Gothel al verbroken. Klik op het plannetje om het te sluiten. Laten we het kasteel onderzoeken en alle edelstenen vinden. Rapunzel, je kamer zag er vroeger zo mooi en kleurrijk uit. Dat komt wel in orde hoor, Penelope. Wacht maar. Ik ga maar eens op zoek naar de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Gothels betovering heeft een deel van mijn schilderij verwoest. Ik zal het bijwerken terwijl jij de kamer herstelt. Wil je me helpen om een masker te maken voor het gemaskerd bal? Klik op een kleur, hou de muisknop ingedrukt en beweeg het penseel over het masker. Klik op het gummetje om de kleurtjes te verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent. Klik op de pijltjes om alle versieringen te kunnen bewonderen. Klik op een versiering, breng deze naar het masker en klik nog eens om ze op de juiste plaats te zetten. Ik kan haast niet wachten om het te dragen tijdens het bal. Nadat we prins Stefan gevonden hebben, tenminste. Klik op de printer om je masker af te drukken. Klik op de pijl om te zien hoe je masker erbij ligt op de tafel. Die muziekdoos is even mooi als de muziek die eruit komt. De slaapkamer ziet er schitterend uit. Dan kunnen we nu een van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan zoeken. Dat is de edelsteen die we zoeken. Je hebt de edelsteen bijna gevonden. Dat is een van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Klik op de edelsteen om hem mee te nemen. Wat ben ik blij dat je hem gevonden hebt. Je hebt de edelsteen gevonden die verborgen was in de slaapkamer. Klik op het plannetje om het te sluiten. Laten we het kasteel onderzoeken en alle edelstenen vinden. Alleen zo kunnen we prins Stefan redden.
Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. En we hebben de edelsteen die hier verborgen was al gevonden. We kunnen maar beter een ander deel van het kasteel gaan onderzoeken. Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. En we hebben de edelsteen die hier verborgen was al gevonden. We kunnen maar beter een ander deel van het kasteel gaan onderzoeken. Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. En we hebben de edelsteen die hier verborgen was al gevonden. We kunnen maar beter een ander deel van het kasteel gaan onderzoeken. Dit deel van het kasteel is al opgeknapt. En we hebben de edelsteen die hier verborgen was al gevonden. We kunnen maar beter een ander deel van het kasteel gaan onderzoeken. Dit deel van het kasteel is al... Oh, jongen. Alle mooie bloemen zijn verdwenen. Alles is verwelkt. Dat komt wel in orde, hoor, Penelope. Wacht maar. Misschien is prins Stefan hier in de buurt. Ik kan hem maar beter gaan zoeken. De fontein die ik ooit gezien heb. Duizendmaal dank. Laten we de bloembak vullen met wondermooie bloemen. Laten we 6 bloemen maken voor in de bloembak. De bloemen komen hier terecht. Klik met de toverstaf om alle bloemen te bewonderen. Als je er eentje ziet die je bevalt, klik dan op het vinkje. Een lelie. Een klokje. Een roos. Wat mooi! Klik op een kleur en klik daarna op het deel van de bloem dat je wilt kleuren. Dit zijn de versieringen voor de bloemen. Klik op de pijltjes om alle versieringen te bekijken. Klik op een versiering, breng ze naar de bloem en klik nog eens om ze op de juiste plaats te zetten. Om een versiering te verwijderen, klik erop en sleep deze naar de rand van je beeldscherm. Klik op het gummetje als je alle versieringen wilt verwijderen. Klik op het vinkje als je klaar bent. Als je de bloem wilt afdrukken. Klik op het vinkje om je bloem in de mand te leggen. Dat is 1 bloem. Maak je nog een bloem vormen, alsjeblieft. Een lelie. Wat mooi. Klik op de printer als je de bloem wilt af. 2 bloemen. Een zonnebloem. Wat mooi. Klik op een versiering. Klik op 3 bloemen. Nu kun je een nieuwe bloem ontwerpen. Wat mooi! Klik op een kleur en klik daarna op het deel van de bloem dat je wilt kleuren. Je bent nog niet klaar met de bloemen. Weet je wat? Kom later nog eens terug om dat klusje af te werken. Laten we de bloembak vullen met wondermooie bloemen. Klik op een kleur en klik... Klik op een versiering.
klik op de printer als je de bloem wilt afdrukken. Klik op het vinkje om je bloem in de mand te leggen. 4 bloemen. Maak je nog een bloem voor me? Alsjeblieft, een lelie. Wat mooi! Klik op een versier. Klik op de printer als je de bloem... 5 bloemen. Een roos. Wat mooi! Klik op een versiering. Klik op de printer als je de bloem wilt afdrukken. Klik op het vinkje om je bloem in de mand te leggen. 6 prachtige bloemen. Zullen we ze in de tuin gaan planten? Mooie bloemen, kleurrijk getint. Zweef nu mee met de wind. Klik op een bloem, breng ze naar de bloembak en klik om ze te planten. Klik op het vinkje als je klaar bent met het planten van alle 6 de bloemen. Ze zien er prachtig uit. Klik op de printer als je de bloemen in de bloembak wilt afdrukken. Klik op de pijl om te gaan kijken hoe mooi de bloembak staat in de tuin. Wat een prachtige bloemen! Je maakt er echt een schitterende tuin van. Wat heb jij een fantasie! Dank je wel! Dankjewel, dat is prachtig! Wat een schitterend uitzicht! Schitterend! Het is je gelukt! Je bent erin geslaagd om de betovering te verbreken. Je hebt de tuin omgetoverd in een prachtige oase. Dank je wel! Nu kunnen we een van de edelstenen zoeken. Naar die edelsteen zijn we op zoek. Ik denk niet dat de edelsteen daar in de buurt verstopt is. Probeer eens een ander stukje van de tuin te onderzoeken. Blijf daar in de buurt zoeken. Ik denk niet dat de edelsteen daar in de buurt verstopt is. Van de edelstenen uit de kroon van prins Stefan. Klik op de edelstenen om hem mee te nemen. Wat ben ik blij dat je hem gevonden hebt. Dat is de laatste edelsteen van de kroon van prins Stefan. Klik op het plannetje om het te sluiten. Rapunzel, wat ben ik blij dat jij hier bent. Penelope, wacht jij hier terwijl wij binnen gaan zoeken. Goed? Zodra we prins Stefan vinden, zal de betovering verbroken zijn. Je zal je lieveling hier nooit uithalen en voor eeuwig in mijn doolhof dwalen.
Gebruik de pijltjestoetsen om me door de doolhof te loodsen, zodat we prins Stefan kunnen redden. Op deze toverkaart kun je zien waar ik precies ben en ook waar prins Stefan zit. Gothel heeft dat hier gezet om ons de weg te versperren. Klik erop en gebruik dan een van de spullen. Mooi gedaan! Gothel heeft dat hier gezet om ons de weg te versperren. Klik erop en gebruik dan een van de spullen uit de magische koffer. Ik denk niet dat het daarmee zal lukken. Probeer het met iets anders alsjeblieft. Dat is niet gelukt. Probeer het met iets anders. Om de spullen te bekijken, moet je eerst klikken op het ding dat ons de weg verspert. Gothel wil ons hiermee de weg versperren. Klik erop en gebruik dan een van de spullen. Probeer het met iets anders alsjeblieft. Prima, dankjewel. Prins Stefan, we hebben je gevonden. We hebben alle edelstenen gevonden. Ze zitten opgeborgen in de magische koffer. Nu moeten we ze weer in de kroon zetten om prins Stefan te redden. Klik op een edelsteen, breng hem naar de juiste plaats op de kroon en klik nog eens om hem op zijn plaats te zetten. Het is je gelukt! Goed zo! Het is je gelukt! Wat is er gebeurd? Gothel had het kasteel betoverd en ze had jou in een steen veranderd. Maar samen hebben we de betovering kunnen verbreken. Dank je wel! Ons kasteel ziet er weer prachtig uit. Prins Stefan, we moeten ons klaarmaken voor het gemaskerd bal. Wil jij me helpen met aankleden voor het gemaskerd bal? Je mag zelf een jurk en een kroontje kiezen. Klik op mij met de toverstaf om al mijn jurken te bekijken. Als je het... Penelope zal dol zijn op deze jurk. Paars is haar lievelingskleur. Beste onderdanen, ik stel jullie onze nieuwe vriend voor. Jij hebt ons geholpen om het kasteel op te knappen. En jij hebt prins Stefan bevrijd. Om je te bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt, hebben de prins en ik iets heel speciaals gemaakt. Een magisch plakboek. Klik op de pijltjestoetsen om je plakboek te bekijken. Klik op de duif om het spel te verlaten. Wat mooi!
Wat ben ik blij met jouw hulp. Prachtig. Prima. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Begin aan een nieuw avontuur. Ben je zeker dat je ons wilt verlaten? Ja.